Hoi, daar zijn we weer voor een nieuwe Zeelichtvlog. De vlog over het Zeelichtkwartier. U weet wel, dat gebied in het centrum van Breda. Tussen de Felle Noordstraat, de Gasthuisvelden, de Markendaalseweg en de Vredeburgsingel. Ja, het Zeelichtkwartier wordt van iedereen in Breda. En de komende jaren wordt het plan ontwikkeld wat hier nou moet komen. Maar daarvoor is jullie mening heel belangrijk. Ja, ik hoop dat het een heel open en groen gebied gaat worden met veel sportfaciliteiten, parkachtige inrichting waar mensen kunnen recreëren, maar ook met hun gezondheid bezig kunnen zijn. Ik vind het park wat we nu hebben, het Valkenberg, eigenlijk niet voldoende voor de stad waar we in wonen. Dus ik hoop dat we hier een plek gaan krijgen waar zowel wat jongere mensen als wat oudere mensen hun rust kunnen gaan vinden. Nou, wat ik leuk vind, wat je de laatste tijd veel meer ziet, is dan in parkjes gewoon van die stellages of rekken waar je workouts zou kunnen doen. En dat we met dat bootjes meer recreatie krijgen, wat meer rust en groen in de binnenstad van Breda. Jullie hebben dus echt iets te zeggen over dit gebied. Het wordt een co-creatie die wordt begeleid door Open Kaart. Co-creatie betekent dat je met de hele stad een plan maakt in dit geval. En wij proberen dus ook iedereen uit Breda die dat wil, bewoners en organisaties te betrekken bij de ideeën voor het Zeelichtkwartier. De ontwikkeling van een gebied zoals het Zeelichtkwartier, daar gaat natuurlijk vele jaren overheen. In 2024 wordt het gekocht en kan er pas gebouwd worden. En daarvoor is er dus 4 jaar lang aan planvorming gaat eraan vooraf. En in dit specifieke geval zijn we nu helemaal aan het begin van het proces. En dat is ook het moment dat je eigenlijk de meeste impact op het eindbeeld kan hebben. Want de keuzes die nu gemaakt worden, die zullen uiteindelijk bepalen hoe mensen gaan ontwerpen, hoe er dingen worden uitgewerkt. Daarom is dit ook het moment om daar het gesprek over te voeren. En die gesprekken worden volop gevoerd, op locatie, maar ook via de digitale weg. Waar nu het exercitieterrein zit en het belastinggedeelte, de teruggave. Dat noemen we even samen het Zeelichtkwartier. Ja. Hoe zouden jullie dat in zijn huidige vorm omschrijven? Ja, een hele mooie open ruimte in de stad, denk ik, die niet toegankelijk is. Dus met in potentie heel veel kwaliteit, denk ik. Het is een beetje enclave in de stad. Wat voor kwaliteit zou je benoemen? Ja, deels ook wel de oude gebouwen, zeg maar, die er staan. Dus de referentie ook naar de geschiedenis die het heeft gehad. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, en het groene karakter natuurlijk ook zo aan de singles. Dus behoefte aan grote stadstuin. Ja, maar wel voor diverse dingen. Dus dat je wat in het Valkenberg, je hebt daar dan Palm Parkies. Dat is echt super druk. Maar dat is ook het enige wat we eigenlijk doen in, in het park. Ja, en we hebben ook eendimensionaal geprobeerd. Ja. Het zijn altijd hetzelfde soort activiteiten. Yeah. En ze zijn altijd tijdelijk. Yeah. Dus echt maar uren of misschien dagen. Terwijl je kunt ook andersoortig programmering doen. Die bij wijze van spreken per seizoen wisselt. Waar je binnen en buiten combineert. Er zijn er heel wat leuke ideeën naar voren gekomen in de gesprekken. En ook de studenten van BUAS zijn op onderzoek uitgegaan en hebben videocontact gemaakt. En Martine is een van die studenten. Ook zij neemt online interviews af en wij waren erbij. We zijn nu bezig met het interview van bewoners en andere belanghebbenden. En die moeten dan eigenlijk zoveel vragen stellen dat we eigenlijk een beetje een idee kunnen hebben wat de mensen in de omgeving graag zouden willen zien. Misschien is dat wel een leuk idee om, ik weet niet, in de omgeving van een centrum moet daar iets van, bijvoorbeeld ook een soort integratie van de landbouw meer in de stad. Ik vind het echt super interessant om dan ook te horen wat die mensen missen in de omgeving of wat ze juist hoge drempels zien. Joep had het bijvoorbeeld over de brede wegen die eigenlijk barrières vormen naar het gebied. En dat vind ik zelf wel interessant, want ik heb er ook vaak al doorgelopen en er wordt heel hard gereden. En nu je dan met die blik daarnaar kijkt, met die, het gevoel van barrière dat die bewoners dan eigenlijk vormen, dan ga je toch bekijken van hoe zou je dit dan anders kunnen aanpakken, dat mensen veilig naar het gebied kunnen en dat ze dat gebied ook gewoon veilig kunnen betreden. Iedere student heeft er ongeveer 10 mensen gesproken die zich hebben opgegeven via de website.
En met die input gaan de studenten aan de slag. Nee, ik woon niet in Breda op het moment. Ik ben daar geboren, maar ik ben eigenlijk woningzoekend. Dus ik verdeel me eigenlijk tussen Gouda en Zundert in. Ik heb Breda altijd een leuke stad gevonden. Ik heb daar ook gestudeerd. Eigenlijk wil je met het project betrokken zijn, omdat je dus het ook leuk zou vinden om daar eventueel te kunnen wonen. Ja. Het Zeligkwartier is gewoon een uniek gebied in Breda. Het heeft zoveel verschillende kanten, verschillende wijken die eraan grenzen, routes die erop uitkomen, een historische gelaagdheid. Dat is een fantastisch gebied om het gesprek over te voeren met mensen. Je kunt wel als professional een plan maken voor een gebied, maar mensen die hier wonen en die hier werken en die hier uiteindelijk gebruik van gaan maken, die weten eigenlijk het beste. Wat gewenst is en wat ook goed werkt. Veel plezier! Ik zie volop kansen hier. En hoe leuk zou het dan zijn als we dit gebouw de start maken van het gebied? We staan hier op de grens, dus sla een stuk uit de gevel, zorg dat mensen er onderdoor kunnen lopen, zoals je dat bij het Museumplein in Amsterdam ook kunt. Ben jij benieuwd wat de resultaten zijn tot zover en wil je daar graag over meepraten? Dat kan! Heel graag zelfs, want op 1 juli gaat Open Kaart hier in gesprek in de teruggave live, maar ook online, zodat je mee kunt praten. Wil je dat? Meld je dan aan via de website. Heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende!